hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Jongens, we zijn weer terug. We hebben hem. Hey, we zijn wedergekeerd in Content 2 en we zijn nog steeds in de basis van Robin en Justin, maar dan in de geheime variant onder hun basis, waar alle mobs nog steeds spawnen en waar het heel luid is. Ze hebben de beacon inmiddels gevonden, jongens. Die is terug. Dus ze hebben gewoon mijn video gekeken en gestreamsniped. Voordat deze video begint, abonneer eventjes. Jongens, we gaan terug naar boven, want het is niet mijn doel vandaag om verder te gaan met deze basis. Mijn doel is om het anders te gaan doen. Rick en ik zijn met z'n twee online. Ik weet niet wat Rick aan het doen is, geen idee. Maar dat maakt allemaal niet uit. We zijn hier terug in Kingdom Tutor. Ik moet nog steeds mijn muur doen, maar ik vind het belangrijk dat dit binnenste hofje gewoon af is. René, de leeuwenkop is ook bijna af. Laten we er wat leuks van maken. En ik heb denk ik wel een heel cool idee om iets te doen, jongens. Ik heb oprecht een heel leuk idee. Wat is dit nou weer? Waarom zit je hier net direct? Mijn doel is om hier waarschijnlijk een soort mega mine van te maken. En dan zou je denken, hou, weet je hoe? Dat ga ik jullie laten zien. Nee, mijn Renoragger. Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb niet opgelet. Ik heb niet opgelet. Wat stom. Mijn Renoragger. Mijn prachtige Renoragger. Hij is stuk. En ik heb niet genoeg emeralds, denk ik, om... Nee, wat heb ik gedaan? Ik heb niet de emeralds om hem te repareren. Om een nieuwe efficiency erop te zetten. En dat heb ik wel echt nodig. Villagers, hoe duur ben je? Ik ben het helemaal vergeten. Hoe duur was je ook alweer, meneer efficiency? Oh, je kostte maar eentje. Oh, dan heb ik... Oh, joh, niks aan de hand, hè? Wat doe je? Ik zie je wel, loser. Hey, wat ben je aan het doen? Ik wil eigenlijk vragen, heb jij zaadjes te kopen? Nee, ik heb niet zoveel, dat is dus het ding. Oké, wat wil je ervoor geven voor zaadjes, hè? 2 diamonds. Voor? 6 stacks. Prima. Alsjeblieft. Je zou maar 2 diamonds betalen voor fucking seeds. Ik had 10 diamonds meegenomen. Dus ik vind het nog best wel een stuk. Ja, oké. Dat is wel een goede deal. Kijk, dit is met je oude huis gebeurd. Dit is het. En dan kijk om je binnen. Niks meer te herkennen van jouw huis. Ja, erg jammer. Ik vind het erg. Alles is wat ooit jouw huis was, is weg. Hallo, villager. Ik kom hier... Ik ga mijn oude huis weer een keer onder jou bouwen. Je gaat gewoon nog een... Als je dat dan niet gedaan hebt. Nee, dat zo, nog ik heb niet. Nieuwe boeken. Heb ik allemaal in breaking en visions hier, Rick. En jij niet. Eens een keer. Even kijken. Ja, je gaat hier zeker achter iets... Ja, je hebt het al weggehakt. Ik hoorde die deur al opengaan. Oké, jongens, we gaan de Renoragger gaan we recreëren. Ik heb officieel de boekjes bij elkaar geraapt. Gaan we mijn info in. Zetten we erop. Efficiency. Kost 5. Ik heb maar 8 levels. Renoragger. Kijk, en dan zetten we er nu ook nog een breaking op. Daar heb ik niet genoeg levels voor, dat meen je. Ik heb gewoon de levels niet. Stoppen we mijn boekjes, stoppen we even weg. En laten we in ieder geval verder gaan met het plan. En ik vind het wel traag gaan... En er is mij verteld dat toen wij de Wither hebben verslagen met z'n allen... mocht ik ook de beacon lenen van Justin en Robin. Maar ze zeiden niet dat ik hun goud en ijzer eronder mocht lenen. Maar we hebben geen contract. En ik vind het wel heel traag gaan, dit hakken zo. En als ik helemaal op deze manier naar beneden moet hakken, dan ben ik morgen nog steeds bezig. Dus... Ze zouden het vast niet zo erg vinden als ik hem gewoon zou pakken... En wellicht zelfs het ijzer even meenemen. Weet je, ze krijgen het wel terug. Oké, dan zetten we er weer een sign in. Ik heb de hik. Zuri krijgt het terug. Archer-Rick. Zo, hoppakee. Nu laten we denken alsof Rick het gestolen heeft. Het heeft me echt heel veel... het heeft hun heel veel ijzer en goud gekost. Dus we moeten er nu een goed plekje voor gaan bedenken waar ik dit nuttig kan gebruiken. En dat ding is best breed, toch? Het heeft best wel een radius gewoon. Wat nou als ik hem hier in het water doe? Ja, dat vind ik wel leuk. We doen hem hier in het water. Alright, hij is bijna helemaal rond en het komt perfect uit. Hoe kan dat nou? Alsof ik het gestolen had. Laten we dan nu weer hier de perfecte beacon plaatsen. Zoeken wij even een ontsnappingsroute hier weg. En dan voor de finishing touch. Beam. We hebben een beacon. Nu kunnen we er mooi haste op zetten. En dan zijn we... Ga weg! Zijn we heel snel ineens met hakken. Het Rick ook echt... ja, ja. Just. Ik heb de hik. Vreselijk. Laten we dan ook een emeraldje uitgeven om er haste op te zetten. Volgens mij werkt het zo, toch? Als het goed is, doet hij het nu goed. Kijken. Ja! Hè. Nu kunnen we gewoon snel hakken, jongens. Oh, dat is zoveel fijner dat we nu zo kunnen hakken. Dat gaat ons heel veel moeite besparen. Oké, jongens, we zijn op een punt aangekomen dat mijn inventory gewoon te vol zit. En er overal stacks liggen. Dat zijn letterlijk losse stacks. Het ziet er nog echt niet uit. Maar ja, dat kunnen we ook niet verwachten. Van ik die gewoon verder in hem naar beneden hak. Maar uiteindelijk wordt het wel leuk. Kijk, ik vind het wel een leuke toevoeging. Het feit dat er een soort krater zit, weet je. Dat voegt oprecht veel toe. Dan heb je al helemaal die leuke diepte-effecten, weet je. Imagine als het zo ver naar beneden gaat. Laten we dan ook gelijk een mooi vormpje erin creëren. Want ik wil het niet als een soort recht gat naar beneden. Dat lijkt mij niet echt de mooiste optie. Maar ik wil het een beetje natuurlijk naar beneden laten gaan, weet je.
Hé, mijn camera is vastgelopen. Wat gebeurt er? Mijn camera! Help! Waarom gebeurt dat nou? Ik wil er een soort vormpje in creëren, weet je? Een soort, alsof het naar buiten loopt of zo. I don't know. Ik weet niet of jullie dan snappen wat ik bedoel. Gewoon een natuurlijke look eraan geven, want het ziet er nu nog niet natuurlijk uit. Kijk, zie je? Nu begint het er al helemaal een beetje op te lijken. Het is nu gewoon een soort krater die netjes naar beneden loopt zo. Want dit is hoe het eruit zag. En dit is hoe het er nu uitziet. Dus als ik dit dan ook aan die kant doe en dat langzamerhand verder naar beneden laat lopen, gaat het er op zich wel goed uitzien. Misschien hoef ik het trouwens niet heel diep te doen, maar dat kunnen we altijd nog beslissen. Oké, ik denk dat het voor nu wel even clean zou, behalve dat blokje. Dit blokje moet gelijk weg. Nee, maar ik denk dat het voor nu wel even clean is zoals het is. De muren dan bedoel ik. Kijk, dit is wat ik in gedachten had. En is het gewoon netjes afgewerkt, zoals ik al zei. En dan kan ik nu, ga ik het denk ik nog wat dieper doen. Niet al te diep. Of wel, ik weet het niet. Wat? Ik heb hout gevonden. Waar komt dat vandaan? Er is eigenlijk één blokje hout gewoon onder de grond. Dat was een mystery wood. Oude bewoonde wereld was hij vroeger onder Kingdom Tooten. Met heel veel hout. ik denk dat ik Rick's hulp ga inschakelen. Want dan gaat het misschien net nog wat sneller. Dat hij vast langs de randjes kan. Dan haal ik vast het middelste gedeelte weg. En dat hij blijft hakken terwijl ik gewoon de muren netjes behoud. Want dat is natuurlijk ook een hele klus. Dus, Rick, wil jij mij helpen? Rick komt eraan. Hallo. Hey. Hey, grote hel. Wat groot gat. Ja, dat is een heel groot gat. Heb je water? Nee. Oké. Ik ben ook met de muren, die wil ik ook netjes behouden. Zoals je kan zien, weet je. Ja. Er moet gehakt worden nog steeds. En ik weet niet hoe diep ik wil gaan. Je hakt hier heel snel. Ja, maar ik heb geen efficiency 5. Nee, maar dat is top. Want als jij dan zachtjes, subtiel langs de randjes wil hakken voor mij. En dan kan je gewoon het laag van 2 doen zo. Maar dan, je hoeft alleen subtiel langs de randjes. Oeh, ik ga dit core vatten, dan heb ik XP. Dus gewoon alleen dit, letterlijk. Ja, subtiel langs de randjes inderdaad. Want dan kan ik met heel veel haste kan ik de binnenkant doen. En dan kan jij gewoon subtiel de randjes doen. Hé, wat een loser. Ik is je me eindelijk aan het helpen. Hé, joh. Even wat goede, mooie chains plaatsen. Hoppakee. Kijk, begint het al erg leuk te worden. Letterlijk, mijn ijzer is wel op. Ik heb gewoon bijna geen ijzer meer. Ja, ik ook echt gewoon vrijwel niet meer. Omdat ik vooral alles uitgeef aan details. En niet eens aan waar ik ijzer voor nodig heb. Ik heb heel veel waterbuckets nodig gehad voor mijn automatische farm. Oh. Ik heb gewoon allemaal waterbuckets gemaakt. Kijk, en dan gaat de binnenkant al ik wel weg. Nieuw. Ik hoor je ook gewoon hakken, maat. What the fuck? Ja, mijn pickaxe die gaat echt bijna stuk. Ik moet zo meteen even iets van XP gaan farmen, want dit is niet te doen. Mijn pickaxe is gewoon Marini Destroyer, is bijna stuk. Te veel Rini is gedestrooid. Te veel Rini is gedestrooid. Kijk, aan elk kool wat ik zie, dat hak ik gelijk, want dat is gewoon XP. Wat heb je gevonden? Koning Jerry, in mijn geheime kamer in muur zijn jouw diamonds. Oh, je bent hier! Je bent hier beland. Ja, dit is Jordi's base. Zijn geheime base. Nou, nu is die niet zo geheim meer. Nee, maar ik wist al dat hij hier zat en zo. Maar ja, deze moet al een beetje gesloopt worden. Zo, daar zitten we best wel diep, want die base van hem. Hé, pak al die iron nou. Je had toch iron nodig? Ja, dat is goed. We slopen ze droog al. Joh, die, ja, dat vind ik prima. Goud hebben we toch nodig. Hier, ik heb een stack iron voor je. Nice. Kunnen we weer heel veel nieuwe lanterns mee maken. Ik heb gewoon de beacon van Robin en Justin letterlijk gesloopt. Met alles erop en aan. Zelfs de onderkant, hè. Al het ja, al het ijzer is sowieso ook van hun wat ik heb gebruikt. Maar dat krijgen ze gewoon allemaal netjes terug. Dus dat komt goed. Oh, dan komen ze zo meteen terug, weet je ook. En dan where the fuck is my shit? Denk ze eerst alleen de beacon is weg, weet je? Ja. En dan vervolgens hebben ze door dat gewoon alles weg is. Weet je wat het is? Ik wil dit eigenlijk helemaal naar niveau 0 brengen. Je kijkt, trouwens, je randjes die zijn helemaal al weg. Gewoon. What the fuck? Dat gaat snel, hè? Kan je dit niet heel snel hakken? Want dit duurt echt heel lang. Wat moet gehakt worden? Maar je hoeft niet zo diep, hè? Waar jij nu helemaal, waar ga je helemaal heen, trouwens? Moet je zien hoe ver jij gaat. Oh ja, dit hoeft helemaal niet meer. Dat hoeft helemaal niet. Nou, dan rachen we dit gewoon hier even dicht, zo. Pas, het is al diep, joh. Want nu moet je ook echt niet meer gaan springen. Dan krijg je echt te veel damage. Nederlands trots. Daar heb je hem. Kijk, nu hebben we een pistraaltje naar beneden. Dan wordt dit ook gewoon mijn mines. Elke keer als ik dan wil gaan minen, moet ik hier erin gaan, weet je. En dan heb je hier beneden al mijn strip mines. Dat is mijn intentie. Daarom wil ik eigenlijk naar 0 of naar 15 of zo, weet je. Ja, eigenlijk moet je dan beneden, of tenminste, als je beneden bent, moet je dan gewoon een heel minecart systeem. Ja, dat wil ik. Dus dat je of naar beneden moet met minecarts inderdaad, weet je. Dat je dat gewoon echt voor de epic shit hebt. Of gewoon... Je zou best kunnen dat je zo langs de zijkant... Ja, daarom. Dat. En dat zo een heel rondje naar beneden gaat, weet je. Ja, dat is wel heel gaaf. Dat lijkt mij lijp. Om dat dan ook met hout te doen, weet je. Dan is dat je hout erin. Ik wil ook geen hout in de muren hebben. Vooral dat ik die blokken weg moet halen. Want ik wil geen diorite, geen granieten, weet ik hoe je het noemt. Ik wil al die poepzooi wil ik niet in mijn muur hebben, weet je. Ja, ik ga nu niet meer mijn pickaxe gebruiken, want die heeft nog maar 193 durability. Het heeft dan wel unbreaking en zo erop zitten, maar... Hè, dat gaat zo snel. Ja, dat klopt, ja. Dus ik moet eigenlijk even... Heb jij een XP farm of zo?
Ja, bij Edo zit een hele goeie. Bij Edo zit een goeie. Kunnen we die gebruiken, denk je? Jezus, wat een gat trouwens. Het is echt een mega gat gewoon. Het gat is nog groter dan die van je moeder. Nee. Fuck you, joh. Nu is van binnen kan je. Ah. Jesus Christ. Oké, laten we XP farm even doen. Oké, we zijn aangekomen bij de base van Ippie en van Piki. Ippie en Piki. Kijk, hij heeft mijn prank trouwens, die ik afgelopen keer heb uitgehaald op hem, heeft hij gewoon gebruikt en zijn base mooier ervan gemaakt. Dan moet je dit even doen totdat we er zijn, hè? Nee, ik heb niet genoeg adem daarvoor. Dat zijn muggen, hoor. Dat klonk legit als een... Dat je zo s'avonds lekker ligt te slapen en ineens... Moet je dat niet horen, weet je? Hey. Het is een spinnenfarm. Dat is leuk. Nu wachten we gewoon. En dan gaan we met pickaxe maken. Ja. Ik vind het prima geweest. Die is je zwaard. Mijn pickaxe die is weer over de helft. Die is op 1100. Dus ik ben helemaal blij. Ik weet niet hoe lang we hier gestaan hebben, maar... 20 minuutjes, gok ik. Dan gaan we terug naar het grote gat. Naar de krater. De krater van Toeter. Ik haalde het. Spring eens, kijk of je het haalt. Ja. Ik ben benieuwd of je het haalt. Oké. Oh, ik keek echt helemaal mis, maar volgens mij heb je het gewoon goed gehaald. Oké, jongens, de pickaxe is gemaakt. Hij is op de helft. Rick, die is even AFK, die loser. Dus gaan we nu gewoon verder met hakken. En dan gaan we kijken hoe diep we komen. Ah, waar komen jullie vandaan? Het zijn ineens overal van die silverfish. Net de muggen van Minecraft. Allemaal zinloos gewoon. Beweegt al, ik zie het, ik hoorde het al. Loser, jongen. Ik hoor iets omhoog, ik kijk snel om en ik zie stilstaan. Ik denk, oké. Okay. Volgens mij hoor ik nog eens een keer iets beweegt. Dacht ik, nee, oké, hij is nu al echt loser. Weet je wat kut is? Waarom hoor ik zilvervis? Dat wil ik net zeggen, de end portal die is origineel onder Toeter. Gewoon letterlijk, hè? Met het grote toeval. Ja, alleen omdat we die dingen structures uitstaan, is hij er niet. Dus stel hij was er, was hij gewoon al die tijd hier geweest. Had ik gewoon de plek uitgekozen. Ja, ik vind het er al goed uitzien. Hoe hoog ga je dit maken? Hoe diep bedoel je? Of ja, hoe diep bedoel je? Dieper dan je moet. Ja, weet je wat het is? We zitten al pas op 59 en ik wil eigenlijk naar 15. Dus imagine hoe diep dat dan nog moet. 15, maar is dit al helemaal naar 15 of? Nee, dat kan ik wel voor doen. Ik vertrouw er echt niks van. Ja, is goed. Zilvervis! Ah! Dit is ook gewoon dom dat ik recht naar beneden hak. Ik vertrouw het. Ik vertrouw het dat ik niet in de lava terechtkom. Ik ben er! Nu moet het lava... Ja, kijk, het water komt terug. Oh mijn god, maar ik moet wel zo snel zijn. Oh, anders ga ik dood. Ik moet snel zijn. Anders... Ik moet snel zijn. Anders ga ik dood. Hey. Oh, ik dacht dat je hem nog dicht zou bouwen. Ik vertrouwde het niet. Oké, hij is nu helemaal op 15. Of nee, hij is zelfs op 0 is hij. Maar je hebt hem nu op 0. Ja, dan zit hij gewoon vast daar op 0, weet je. Ja, ik weet niet. Misschien dat ik hem helemaal naar 0 wil brengen. Maar je ziet hoeveel werk het kost. Dit. Ja. Oh, ah, maar ik ga nu eten. Dus ik vind het voor nu al mooi geweest. Wil jij mijn outro doen? Mag ik je outro doen? Jij mag mijn outro doen. Op de achtergrond gaan dansen. Nee, doe mijn outro maar. Kijkers en kijkerinnen. Super bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En check zeker de volgende video met mij. Want dan krijgt hij veel views. Doei! Oh, jij moet ook doei zeggen. Nee, nu ga ik nog mijn eigen outro doen, dankjewel. Oh, ik ben niet zo goed in outro's. Nee, dat weet ik. Je bent gewoon een slechte YouTuber. Ik zeg meestal gewoon doei en dat is het. Gewoon, dan ben je gewoon midden in je zin, weet je. Oké, en nou, dit is de krater is af. Nu dat hebben we goed gedaan. Doei! Uit. Hey, doei! Einde gewoon. Nee. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Rick staat op de achtergrond te dansen. En dan spreek ik jullie de volgende video. Tot ziens. Doei! Rot, Rick.